volgende week een mooi evenement voor jullie in je achtertuin. Ja, zeker. Ja, altijd mooi om in Den Haag een toernooi te spelen natuurlijk. Ja, op een vernieuwde campus, hoe is dat? Ja, het is echt super gaaf. Zo'n mooie sportfaciliteit voor ons. Het is weer een stuk professioneler. We hebben nu al een aantal keer getraind, zowel buiten op de velden als binnen. Het is zoveel professioneler dan waar we hier gestart zijn. Hoewel we die roots hier in Lindo Beach natuurlijk, dat vergeet je nooit weer. Maar het is gewoon weer een hele mooie stap voor het beachvolleybal. Ja, dus alles onder één dak, begrijp ik. Ja, dat klopt. Nou, niet letterlijk, want we hebben ook de velden buiten. Maar zeker, we hebben alles wat we wensen daar. Qua fysiotherapie, de trainingen, zelfs krachttraining kunnen we deels daar invullen. Dus dat is super mooi. Ja, je kan dus buiten trainen, je kan binnen trainen. Maar daar zit ook een klein beetje de oneerlijke concurrentiestrijd volgende week, volgens mij. Ja, dat klopt. Dat heeft voor best wel wat ophef gezorgd onder de internationale spelers. Sommigen hebben van ons moeten horen dat er inderdaad één veld binnen en één veld buiten was. Aan de andere kant zijn beachvolleyballers vaak wel redelijk flexibel. Maar als je heel eerlijk bent, geeft het wel wat wrijving. Sommige mensen kunnen er echt voordeel aan uithalen dat ze juist binnen of juist buiten spelen. Dus dat maakt het wel een beetje gek, maar we dealen er maar mee. Jullie houden van powerplay, dan moet het eigenlijk niet waaien, hè? Wij vinden het ook heel mooi met winterspelen, ook juist omdat daar elementen van het powervolleybal weer extra goed terugkomen. Maar inderdaad, met minder wind, dus bijvoorbeeld door binnen te spelen, komt dat soms nog wel extra tot z'n recht. Ja. Is het nou ook zo dat jullie Nederlanders alle wedstrijden buiten moeten spelen? Sorry, hoe bedoel je dat? Nou, dat je buiten op het centercourt moet spelen als Nederlander, omdat je in je eigen land speelt. Ik weet dat wij donderdagavond om 8:30 onze eerste wedstrijd buiten spelen. En verder heb ik eigenlijk nog niet gekeken. Weet ik niet wat de regels daarom zijn of wat de organisatie heeft bedacht. Dus dat zullen we zien. Hoe was jouw voorbereiding hier naartoe? Want je bent even naar binnen gegaan, hè? Ja, dat klopt. Ik heb bij Inter Rijswijk gespeeld. Dat was een aardige switch na de Olympische Spelen. Dat heb ik die zomer daarvoor, voor de zomer van 2016, heb ik dat al bedacht. Van wat wil ik nou na de Spelen? Het was voor Robert en mij allebei duidelijk van, er is een tijd voor ook wat andere dingen. Een stukje ontspanning. Maar ik vind volleybal zo mooi dat ik dacht, laat ik het beachvolleybal wel even los. Maar dan ga ik in de zaal spelen. En dat is super goed bevallen. Wat doet dat met jullie voorbereiding voor de periode die nu aanbreekt? Nou ja, we zijn relatief laat dus gestart met de voorbereiding voor dit seizoen. Dat is pas in februari geweest. Aan de andere kant zijn we allebei mentaal weer fris, fruitig. We zijn gretig, we hebben veel zin om toernooi te spelen. En dat is juist ook heel mooi om te zien. Gaan jullie winnen hier in Den Haag? Dat is het doel, dus wat mij betreft wel. En dan een jaar later, kijken we gelijk eventjes verder. Het EK hier in Den Haag, die wil je denk ik ook pakken. Zeker om die rare, vieze smaak van vorig jaar weg te spoelen. Ja, dat klopt. En bedoel je 2015 denk ik, het WK? Nee, daar heb je gelijk in. En zijn we daar niet veel meer mee bezig. Maar het EK is echt weer een titeltoernooi voor ons. En om nu al te zien wat voor groot evenement dat wordt. Hè, gecombineerd met de zitvolleybal en de jeugd, de jongens in de zaal natuurlijk. Dat wordt zo'n groot evenement. En om daar dan te presteren en voor goud te gaan, lijkt me fantastisch.